Goedemiddag dames en heren, welkom bij SJC. U gaat kijken naar de wedstrijd SJC De Meern. Een aantal elftallen wordt in het zonnetje gezet vanwege behaalde kampioenschappen. Zo voor de wedstrijd tussen SJC en De Meern. En daarbij ook nog een mooie kampioensfoto. En vooraan zien we John Hogeveen staan. Hij zou zijn laatste thuiswedstrijd spelen. Vandaag tegen De Meern, maar is geschorst voor deze wedstrijd. Terwijl de bezoekers uit Utrecht de eerste kans krijgen. En daar uiteindelijk de redding is van doelman Matthijs Schuit. Ook andere spelers spelen vandaag hun laatste thuiswedstrijd. Waaronder deze Mike van Dam. Gaat bij de Pensionado's in Noordwijk voetballen. Geeft wel een goede voorzet naar Jordi Groot. Maar die kan te weinig kracht achter die bal zetten. En dus niet de openingstreffer voor SJC. Mike Verhoek met een goede crosspaas. Richting Groot, die kan niet aan de bal komen, maar Mike van Dam kan wel overnemen. Dit is goed gespeeld, de bal weer richting Groot. Legt de bal ook goed neer. Afvallende bal voor Van Dam en Ruigrok uiteindelijk met het schot. Het goede schot, maar gaat ook nog naast. Maar wel via de handen van doelman Twan Verwij. En dus de corner voor SJC, wordt weggekopt. En Van Heiningen uiteindelijk met het schot, maar die bal gaat naast. Goeie schot dus van de middenvelder van SJC. Weer is het Verhoek die daar goed op de helft van De Meren speelt. Deze aanval ziet er goed uit met Altamimi, maar die bal die is dan net wat te hard voor hemzelf. Het applaus is terecht voor de goede aanval van SJC en ook natuurlijk voor het opkomen van Altamimi, maar uiteindelijk kan hij er niet uit scoren. Dit ziet er wel veelbelovend uit als de bal omhoog gaat en Walter uiteindelijk de bal binnenkopt. De keeper van De Meren roept nog los, maar vangt de bal zelf niet en Walter profiteert ervan. Hij kan er zelf om lachen. De keeper zit helemaal mis en Walter krijgt de bal op zijn hoofd. En maakt zo de openingstreffer voor SJC tegen De Meren dat al kampioen is. En daarmee beloont SJC zichzelf voor een hele goede eerste helft. De tweede helft is misschien wel de eerste kans voor De Meren als Goud uiteindelijk goed redding brengt. En de kans daar was voor Gokhan Yassar volgens mij. De gevaarlijke aanvaller van De Meren. Ja, die blijkbaar toch bloed ruiken, want ze houden de pressie op de goal van doelman Goud. Als dit geen buitenspel is, kan deze aanval gewoon door. Het tweede schot er uiteindelijk is er van Erwin van der Klis. Maar hij treft geen doel. Wel een corner dat overblijft voor de bezoekers. Blijft de bal ook weer een beetje hangen. Maar is dit het goede wegwerken? En is Walter er vandoor? Walter die begint aan een rush op eigen helft. Behoudt nog steeds zelf de bal. Walter kan hier iets moois van maken. En dan het schot, die gaat over. En anders had hij in het rijtje met Zlatan Ibrahimovic en Maradona gestaan. Maar zo mooi wordt het helaas niet voor de middenvelder van SJC. En dan de wissel voor Richard Verstegen. Hij speelt volgend seizoen bij RKTV. Krijgt het applaus voor zijn laatste thuiswedstrijd. En Tim Gorter is degene die voor hem invalt. En jeugd lijkt dus de kans te krijgen op de lage weg. Terwijl Walter hier nog de bal richting doelman Twan Verwij schiet. Maar die kan de bal makkelijk tegenhouden. SJC probeert uit te verdedigen via Walter en Van Heiningen. Maar De Meren neemt over. Goede crosspaas richting ingevallen Jeroen van Soest. Van Soest met een gevaarlijk balletje. En die gaat van alles en iedereen voorbij. Behalve Joris van Rooyen. En hij komt de 1-1 binnen. En dat is zonde voor SJC. Dat een puike wedstrijd speelt. Ja, dan is het net het schampen van Joris van Rooyen dat genoeg is. En hij zorgt voor de 1-1. En ook Mike van Dam wordt gewisseld. Speelt dus ook zijn laatste thuiswedstrijd. En voor hem in de plaats komt Mike Mesker. En ook Van Dam krijgt het applaus. Gaat dus weer terug naar VV Noordwijk, maar gaat daar wel bij de Pensionado's voetballen. En krijgt het handje van trainer Zethoff.
Misschien nog een laatste kans voor SSC als hier een penalty wordt gegeven. En terecht ook, lijkt me. Het is in eerste instantie Sven van Doren die in de fout gaat. Want hij is hier de bal kwijt. Probeert dat te repareren. Ja, dit is gewoon een terechte penalty. En dus gaat de bal op de stip. En mag Jordi Groot vlak voor het einde de 2-1 maken. Dat doet hij. En dat is mooi voor de Noordwijkers. Want zo moeten ze deze wedstrijd toch uiteindelijk gaan winnen tegen de koploper. Het gaat nergens meer om, omdat Purmerstein, de directe concurrent, ook gewonnen heeft. Maar het is toch mooi om het seizoen voor het thuispubliek in ieder geval goed af te sluiten. Dit is de laatste kans voor SCC. Helaas, voor Gorter gaat hij er niet in. Maar SCC wint. Heeft ook John Hogeveen gezien die afscheid neemt van SCC. Ik denk dat je trots mag zijn dat je van de kampioen hebt gewonnen. Een hele mooie dag vandaag, John. Tweede kampioen. Jullie jammer genoeg geen na-competitie. Maar dat is, heb ik ook eerlijk gezegd voor mezelf. Ik vond dat ook jullie te wisselvallig waren in het seizoen. Ik vond het jammer dat jullie het niet gehaald hebben. Maar wat vond jij er zelf van? We waren heel wisselvallig. Als je kijkt naar vorige week, dan hebben we echt een dramapot gespeeld. En als je dan ziet wat we vandaag op de mat leggen, met z'n allen. Want dat denk ik dat het belangrijkste is en dat moet niemand vergeten. Uiteindelijk met z'n allen maak je er een mooi potje van. En dan is het extra mooi dat een tweede en een derde kampioen wordt. En dat... de dames hoorde ik net tegen, hoor. Die zijn ook wel kampioen. Ook mooi, ook mooi. Dat straks wordt vanavond een leuk feestje, ja. Maar dan komt het, John. Je gaat stoppen bij de club, hè? John Hogeveen, de Mr. SCC, die gaat stoppen bij de voetbalvereniging SCC. En je ziet het, bij mij komt er ook wel een beetje overslag in mijn stem. Maar ik vind het wel heel jammer. Ik vind het ook jammer, maar zoals je weet, Theo. Uiteindelijk komt er altijd aan een carrière een einde. Hier staan twee nieuwe talenten. En we hebben er genoeg rondlopen, vandaag ook weer. En voor mij is het een keer tijd om te stoppen. En als je ziet, vandaag op middenveld speelt Timo Ruigerok. Ik hoop dat de beentjes het een keer gaan houden bij hem. Maar er staat een waardige opvolger voor mij. En daar was ik ook een klein beetje voor op wachten. Als ja, voor volgend jaar, hè, het seizoen. Ik denk dat als je het ook vandaag ook zag, dat Casey durft het wel. Hè? Die durft eigenlijk jonge spelers van SCC te brengen. Dat zie je eigenlijk ook van, hij probeert vandaag weer Tim Gorter. Hij probeert een jongen van de derde. Mikey, of weet je, Meskertje geloof ik. Mikey Meskertje. Ik denk, ik stond helemaal met bewondering te kijken. Maar hij durft het. Dus dat betekent dat er bij SCC ook nog wel toch wel wat talent loopt, of niet? Tuurlijk, dat weet jij zelf ook, Theo. We hebben genoeg talent te lopen. Alleen je moet ook het vertrouwen van een trainer krijgen. Deze trainer wil ook graag meewerken in het beleid van de club. Dat we heel graag met eigen jongens spelen. En natuurlijk heb je altijd mensen nodig van buitenaf om het team misschien te versterken. Maar je moet het wel met je eigen mensen doen. En ik denk dat we die weg hebben ingeslagen. En daar gaan we gewoon lekker mee verder. Dat zijn jongens die eigenlijk, wat jij ook zegt, hè? Die zijn jongens van de club. Die willen wat voor de club ook doen. Die denken bij mij van, ja, hun hart zit bij SCC. En die willen ook laten zien van, joh, zo lang tot en met 90 minuten lang strijden voor die pot om die winst binnen te halen. En dat is belangrijk. Ja, maar uiteindelijk heb je deze mensen ook nodig voor je jeugd. Er staan genoeg jeugd hier op zaterdag te spelen, maar die moeten door de week ook trainen. Dus wij hebben gewoon iedereen nodig om hier een mooie vereniging van te maken. En dat weet je ook, Theo. En dan jijzelf. Wat ga je doen? Want als een man, ik weet niet hoe lang je gespeeld hebt bij SCC. Ik heb net gehoord dat ik al meer dan 30 jaar lid ben. En ik speel ja, zeker al 10 jaar of 20 jaar in één eigenlijk. Met wat tussenpauzes, want ik met mijn werk kon ik er niet altijd zijn. Maar wat ga ik doen? Dat is de vraag. Ja. Sowieso deze twee jongens ga ik begeleiden en trainen. En je weet zelf ook dat er leuke activiteiten worden geregeld. Er moet nog gewerkt worden, Theo. En er staat nog een hele lieve vrouw die ik ook misschien wat aandacht moet geven. Ja, dat is waar. Maar luister eens, John. Blijf je nog voetballen of zeg je van ik stop helemaal met het seizoen? Stop helemaal met voetballen. Ik stop helemaal met voetballen. Ik denk dat het niet verstandig is dat ik laag ga spelen. Want daar kan ik denk ik niet tegen. En wie weet hoe het gaat lopen. In principe stop ik gewoon. En de schoentjes gaan in de boompjes, in de wilgen. In ieder geval dan willen wij ons, van ik tenminste als echte SCC supporter, willen we je onwijs bedanken voor alle mooie jaren die je hebt gegeven bij SCC. En in ieder geval, jij bent zeker niet verloren voor de club. En je gaat zeker heel veel doen met de jeugd, want dat heb je altijd gezegd. Eigenlijk, wat zoals ik er eigenlijk ook een beetje over denkt. Jonge gasten, onze eigen jongens een kansje geven. En dat zie je, en dat doet gelukkig dan onze trainer ook, Kees Zethoff. Ik zie hier die twee jongens van jou staan. Dat zijn twee lekkere voetballers. Zelfs één nog kampioen geworden en die andere komt er ook wel.
mooie ventjes. En dan hopen we ook dat de familie Hoogeveen de eer hoog gaat houden bij SJC. Niet alleen afhankelijk van de familie Hoogeveen. Uiteindelijk is het natuurlijk leuk als deze twee spruiten een keer ook hier op het Hoogveld mogen spelen. Maar dat moet streven van iedereen jongen zijn om uiteindelijk hier tussen die lijntjes te komen. En luister eens, als laatste wil ik dan zeggen. Ik wens je heel veel succes met al je dingen die je nog doet bij SJC. En ik denk dat het nou tijd is om een heel leuk feestje te gaan bouwen. Want zowel 1, 2 en 3 winnen. Dus dat is van de week weer taart. Een tweede die kampioen wordt. Die weer naar de reserve hoofdklasse gaat. Een derde die nog nooit zo hoog heeft gespeeld. Die naar een tweede klasse gaat. Een eerste wat jammer genoeg geen na-competitie haalt. Maar wat ik ook zei. Omdat we te wisselvallig waren. Hebben we toch wel een heel mooi seizoen gehad met SJC. We hebben sowieso een mooi seizoen gehad. Het was gezellig. En we hebben uiteindelijk ook heel veel mooie potjes gespeeld. En er zaten helaas te veel mindere tussen. Dus we kunnen het echt op onszelf afrekenen dat we uiteindelijk met lege handen staan. Nou, John, als wil het laatst al zeggen, jongen, het allerbeste. Ik hoop op je spruiten, die zal ik ook goed in de gaten houden. En ga jij nou lekker genieten van je gezinnetje. Geef meer een beetje tijd voor Carola, dan zal het wel lukken. En ik vind het heel jammer nogmaals dat je stopt. Ik ook, maar het is mooi geweest.